Nou, ik ben nu onderweg naar een huis om je beloofd door te brengen. Ja, dat is waar. Nou, ik heb doorgekregen nummer 61. Daar zijn waarschijnlijk mensen die hebben een zeer sterk geloof. Wilt ze bekeren? Ze geloven ergens in, maar ik wil het bijbrengen waar ze precies in moeten geloven. Ze moeten geloven in Heer Jezus Christus. Diegene die ons op aarde heeft gezet, onze schepsels heeft geborgen. Zij moeten beslissen. Zij moeten denken, ja, het is waar. Is dit het huis wat u bedoelt? Dit is het huis. Dit is het huis. Dit is het huis wat ik bedoel. U wilt hier... Dit is het huis. U gaat nu uw geloof overbrengen op deze mensen die hier wonen. Ja. We zullen het zien. Stop, idioot. Wie is daar? Goeiedag, jongeman. Ja. Gelooft u ergens in? Ja, natuurlijk. Gelooft u ergens in? Ja, nou, ik zal u een verhaaltje voorlezen en wil graag van u horen hoe u over de apostelen, discipelen, et cetera, denkt. Het begin van de reis. De reis met oom Abraham vergat Lot nooit meer. Met de lange stoet kamelen ging zij weg. Hij mocht op een kameel naast grootvader Tera rijden. Het beste deel, dat is echt zo fantastisch. Wilt u misschien een boekje van me kopen? Ik heb diverse aanbiedingen. Ik zal u alvast een boek voor de introductie laten zien. Het is De Bezetene. Als u dit voor mij wilt kopen, voor maar liefst 1,25 gulden... U verkoopt ook altijd boeken en zo. Ja, ik verkoop boeken, maar ja, de meeste mensen die begrijpen helemaal niet wat er aan de hand is. Hey, ze begrijpen helemaal niet wat er aan de hand is. Ik ben alleen maar een simpele Jehovah-getuige. Ik ben alleen maar een simpele Jehovah-getuige. Jongens, is dit geweld nou nodig? Is dit nou weer nodig? Laat u me rust. Opsloten! Kut Jehovah! Oplossen hier! Van door mijn lucht komen! Op man hier! Door mijn lucht komen! Opsloten! Hij volgens mij is hij weg hoor. Hij is weggerend hoor. Ja, gebeurt dit hier nou vaak? We hebben helemaal in elkaar geslagen. Gebeurt u dit vaak? Al lopen, tanden aan mijn bek en... Pff, mijn koffer vergeten. Godverdomme! Ik snap niet waarom hij dit werk doet. Ik bedoel, ik heb veel vreemde dingen gezien met mijn programma, maar dit is toch echt... Mijn koffer! Geef mijn koffer terug! Jongen.